In het leven gaat het vaak niet in één keer goed. En dan wil je een herkansing. Nou, wij geloven wel in een tweede kans. En daarom deze week aandacht voor situaties die wel om een herkansing vragen. Vandaag, wanneer er bomen het veld moeten ruimen in Almere omdat de wijk bijvoorbeeld wordt opgeknapt, betekent dat niet altijd dat er de bel in wordt gezet. Een aantal bomen krijgt een tweede kans. Goedemiddag Wouter Baak. Jij bent verantwoordelijk voor het bomenregister van de gemeente Almere. Ja, je kunt het eigenlijk een beetje als een soort bankrekening omschrijven. Hoeveel bomen heeft Almere op de rekening staan? We hebben ongeveer 1000 bomen die in ons bomenregister staan die we een tweede leven zouden kunnen geven. Ja, want komt nou, daaruit leid ik dus af, dat niet iedere boom in aanmerking komt voor dat register? Nee, jammer genoeg niet. Het hangt heel erg vanaf waar van de omstandigheden waar de bomen staan. Kijk, een aantal boomsoorten kun je eigenlijk redelijk eenvoudig oppakken en een nieuwe plek geven. Maar jammer genoeg staan er soms ook bomen bovenop kabels en leidingen. En die kun je moeilijk oppakken, want als je ze op zou pakken, zou je ook de kabels en leidingen meenemen. En we willen ook niet de mensen zonder gas, water, licht doen er komen. Dus nee. Niet alle bomen kunnen we oppakken. Nee, maar goed, de bomen die verplaatst kunnen worden, die komen dus in dat bomenregister te staan. En hoe gaat dat dan? Dan staat zo'n boom in zo'n register en dan? We hebben een hele lijst hebben we daarvan gemaakt. En die lijst die delen we ook met projectontwikkelaars en andere collega's binnen de gemeente Almere. En als die mensen een project hebben, kunnen ze gebruik maken van het bomenregister. Dus stel je hebt een boom nodig, dan kijk je even in het register. En dat doen we ook op voorhand. Dus de landschapsarchitecten van de gemeente Almere, die de meeste hebben onze lijst. En als zij dus een wijk gaan bedenken, dan kunnen ze al op voorhand rekening houden van, nou, ik wil graag een grote boom uit het bomenregister. En dan kunnen ze op voorhand even kijken, nee, welke bomen zitten daar dan in. Ja, maar dat kan dus betekenen dat als jij de hele tijd tegen een mooie lindenboom aan zit te kijken voor je deur, dat die ineens dan toch verplaatst wordt, omdat die in dat bomenregister stond. En dat die dan in een nieuwbouwwijk komt, of niet? Nou ja, het kan sowieso niet zomaar gebeuren. Want vaak die bomen die in het bomenregister staan, die staan sowieso al op de nominatie dat daar iets mee moet gebeuren. Omdat die bomen of te dicht op elkaar staan, dat we dan voor de keuze staan om ze om te zagen of te verplanten. Dan komen ze in het bomenregister te staan. En we verwijderen ook nooit zomaar bomen zonder dat we daar mensen over informeren. Dus als we aan de slag gaan met bomen uit het bomenregister, worden daar bewoners ruim van tevoren over gecommuniceerd. Ja, dus het is eigenlijk zo dat het gaat om bomen die anders het gewoon niet zouden overleven, die in mootjes gehakt zouden worden, zou ik maar zeggen. Die krijgen nu nog een tweede kans op een andere plek. Alleen ik heb altijd geleerd, je moet oude bomen niet verplanten. Dat gaat nooit goed. Ja, en dat is ook wel weer het fijne van Almere. We zijn natuurlijk een relatief jonge gemeente met relatief jonge bomen. Dus een groot deel van onze bomen kunnen we nog verplanten. Dat geldt niet voor alle bomen. We hebben ook al hele grote bomen in Almere staan. Bijvoorbeeld de populieren, dus die kun je heel slecht verplanten. Dus de maat maakt wel uit. Ja, is dat nou met zekerheid te zeggen dat een boom wel gelukkig wordt op een ander plekje? Nou ja, het spreekwoord oude bomen moet je niet verplanten is er niet voor niks gekomen. Dus je moet ze wel heel erg vertroetelen. Dus een aantal boomsoorten zoals de linde of de plataan, die kun je zonder al te veel voorbereidingen kun je die oppakken en een nieuwe plek geven. Maar andere boomsoorten, bijvoorbeeld een eik, daar geldt wat anders voor. Die moet je goed voorbereiden. Dus die kun je niet zomaar oppakken. Dus daar zijn we een aantal jaren zijn we daar al mee bezig. Maar wat houdt dat dan in, een boom goed voorbereiden? Ja, wat je eigenlijk wil is dat een boom een hele mooie compacte kluit heeft. Dus wat we dan doen is dat we 3 jaar van tevoren al een gleufje rondom die boom graven. En daar goede doorwortelbare grond in gooien. Zodat we de boom stimuleren om juist in die ruimte te gaan groeien. En daar zitten dus heel veel kleine worteltjes. Want die kleine worteltjes zijn belangrijk om vocht op te nemen. Zo kunnen we dus een boom een beetje voor de gek houden om juist daarin te groeien. En dan pakken we, als we de boom gaan verplanten, net even iets ruimer pakken we dan de boom op. Dat zodat we al die kleine worteltjes ook meenemen. Oh, dan heeft hij eigenlijk nauwelijks door dat hij verhuisd is, want hij heeft zijn eigen grond als het ware mee. Exact. Dat is het idee. Ja, wonderlijk. Ja. Zitten er vast wel mensen te luisteren die in Almere Haven wonen. Er is veel te doen over de abbelen rond een dreef. Mm-hmm. Zou je kunnen zeggen, kunnen die ook niet gewoon verplaatst worden naar een mooi nieuw plekje in plaats van dat er straks de bijl ingaat? Ja, nou, we hebben het net al eventjes gehad over de omstandigheden.
En wat er in de Westendreef aan de hand is, zijn eigenlijk twee zaken. De abelen zijn al ontzettend fors, dus dat maakt het ook een enorm kostbare zaak om die bomen te verplanten. Dus financiën is één, maar ook de techniek. Wat er in de Westendreef aan de hand is, dat die bomen heel erg oppervlakkig wortelen. Dus waar we het net over hadden, een mooi compact kluitje maken en bomen verleiden om ergens in te groeien, dat lukt jammer genoeg niet met de bomen aan de Westendreef. Dus ze zijn eigenlijk niet geschikt om te verplanten. Nee. Is het duur eigenlijk om een boom op deze manier te verhuizen? Ja, het is vrij prijzig. Helemaal als je een boom moet voorbereiden. Dus een beetje maat boom. Dus dan heb je bomen die een hoogte hebben van 8 tot 10 meter. Dan spreek je al snel over €2000 per boom. Dat gaat wel in de papieren lopen. Ja, zeker als je weet dat er dus duizend klaarstaan en op de nominatie staan om verplaatst te worden. Wanneer is de volgende grote verplaatsing? Weet je dat uit je hoofd? Ja, we zijn druk bezig met de voorbereidingen van de verplanting van de bomen aan de Hagevoordreef. De Hagevoordreef bestaat uit een structuur van eik. En een aantal bomen die staan te dicht bij de gevel van huizen. Dat mag juridisch gezien ook niet. Dus bewoners hebben ook een vinger opgestoken van we hebben er last van en we hebben dat getoetst. Ja, het klopt inderdaad, ze staan te dichtbij. Maar dat zijn eigenlijk prachtige bomen. Dus die hebben we voorbereid en die gaan binnenkort op. Worden die verhuisd en die gaan naar de Godendreef in Almerepoort. Ja, zijn er eigenlijk wel eens bomen die niemand wil hebben, die in zo'n register staan, maar ja, daar is nergens een plekje voor te vinden? We hebben een aantal, ik noem dat maar een beetje de trieste gevallen. Dus die eigenlijk niemand wil hebben, die hebben we ook. Dus de treurwils en zo. Ja, dat zou voor de hand liggend zijn. Nou, die hebben trouwens ook, we hebben er nog drie treurwils gaan staan. Maar in dit geval zijn het beuken die eigenlijk niemand wil hebben. Dus zit je nu in het register te kijken? Ja, ik kijk nu live in het register. Ik dacht het al, ja. Die arme beuken, daar moet toch wel een plekje voor te vinden zijn. Oosterwold is nog helemaal kaal. Dus misschien ook aan de landschapsarchitecten een mooie oproep om toch nog eens even goed te kijken naar ons bomenregister. Om toch de zielige beuk uit het bomenregister een plek te kunnen geven. Ik hoop dat ze onderdak vinden. De drielingbeuken, zullen we ze maar even noemen. Dankjewel, Wouter Baak van het Bomenregister in Almere. En bedankt dat de bomen de herkansing krijgen.